Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag een hele speciale. Ik ga namelijk iets leuks weggeven. Maar ik wil beginnen, omdat dit de eerste video in het nieuwe jaar is, wil ik beginnen met iedereen een heel gelukkig, gezond, maar vooral ook een heel creatief nieuwjaar toe te wensen. Ik ben vandaag niet alleen. Sophie die zit bij mij, die zit aan haar bureautje. Ze is lekker aan het tekenen, ze is inpakpapier aan het maken. Dus horen jullie geluiden op de achtergrond? Dat is Sophie, zij is ook creatief bezig vandaag. Je mag wel even hallo zeggen. Hallo mama's en fans. Ze zit gezellig bij me. We hebben nog vakantie, terwijl ik dit film. Het is maandag. Heb ik het goed dat we dit filmen? Ja, het is maandag. Je raakt ook de tel kwijt met al die dagen, al die rare dagen, kerst, oud en nieuw. Ik ben een beetje de draad kwijt, moet ik zeggen. Een beetje uit mijn ritme. Maar goed, we hebben deze week nog vakantie. En volgende week, als deze video ook online komt, dan ben ik weer aan het werk. Dan ben ik weer bezig om leuke video's voor jullie te maken. Om te laten zien wat ik allemaal aan het doen ben. En om jullie ook vooral te laten zien dat het niet moeilijk is wat ik doe. Jullie kunnen het ook. Maar voor vandaag dus de giveaway. Ik heb voor jullie, in ieder geval voor één van jullie, een hele leuke journal gemaakt. En dit is dus echt helemaal handgemaakt. Dit is leer, nepleer. Het is een mooie oranje kleur. Ik heb hem van binnen ook helemaal bekleed met stof. En er zitten ringen in. Die kun je openen. En je kunt ze weer sluiten. Ik heb er papier in gedaan met gaatjes er natuurlijk al in. Hier zit aquarelpapier in. Hier zit mixed media papier in. Kun je heerlijk op aan de slag gaan. En één van jullie kan dus deze journal gaan winnen. Je kunt hem sluiten met een elastiek. Heel simpel. En het is echt een hele leuke journal geworden. Ik ben er nog een paar aan het maken. Ook voor mezelf. Ik wilde nog eentje voor Sophie maken. Ik heb nog genoeg van die ringen. Maar ik heb er ook nog wat weer bij besteld. Ik ga nog wel in een video laten zien hoe ik deze journal uiteindelijk gemaakt heb. En het was wel best wel veel werk. Ook vooral veel drogen. Lang mee bezig geweest. Maar het resultaat is er ook na. En ik wil deze dus aan een van jullie weg gaan geven. Nou, wat moet je nu doen? Nou, als eerste. Je moet natuurlijk wel geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. Ben je dat nog niet? Doe dat dan vooral even. Abonneer je. Je kunt op dat belletje klikken. Dan krijg je ook een melding zodra er weer een nieuwe video van mij online is. Elke zondag, elke woensdag, dan komt er sowieso een video online. En tussendoor probeer ik gewoon zoveel mogelijk video's te plaatsen. Ik laat ook van alles zien. En ik vind het gewoon superleuk ook om die video's te maken. Dus ik ga daar ook zeker mee door in het nieuwe jaar. En ik geef dus ook af en toe dingetjes weg. Dus abonneer je ook vooral op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Nou, wat moet je nog meer doen om mee te dingen naar deze giveaway? Je moet een opmerking achterlaten in die speciale ruimte die daarvoor bedoeld is. Er is een ruimte waar jij een opmerking kunt plaatsen. En daar mag je van alles in schrijven. Je mag erin schrijven gelukkig nieuwjaar. Je mag erin schrijven hallo. Wat je eigenlijk maar kwijt wil, dat schrijf je erin. Het maakt eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Ik heb daar een speciaal programmaatje voor. Die laat ik daarop los. En die trekt daar geheel willekeurig één opmerking uit. Alle dubbele namen, die worden eruit gefilterd. Dus ga niet 5, 6 keer reageren. Het heeft geen nut. Je maakt echt niet meer kans daarop. Alle dubbele namen worden daar gewoon uitgefilterd. En één opmerking wordt er dus uitgehaald. Die ga ik bekendmaken. Je hebt de tijd tot 1 februari om te reageren op deze giveaway. 1 februari, dan laat ik dat programma los. 2 februari komt er een video online waarin ik de winnaar of winnares bekend maak. Die krijgt dan geheel kosteloos natuurlijk deze leuke journal thuisgestuurd. En ik geef iets weg, dus je hoeft daar niet voor te betalen. Geen verzendkosten te betalen. Ik blijf dat maar benoemen. Ik heb dat eens gehoord. Ik vind het maar een raar iets. Ik geef immers iets weg aan een van jullie. Dus dit is allemaal geheel op mijn kosten. Er is ook niemand die hier iets mee verder van doen heeft. Die dit sponsort. Dit komt geheel van mij. Ik heb de materialen zelf gekocht. Ik heb het zelf gemaakt. En ik geef het dus zelf weg. En dit is dus geen actie van YouTube of van wie dan ook. Dit is echt
van mijzelf. En dat doe ik omdat ik met jullie allemaal ontzettend blij ben. Ik ben blij met al die reacties die ik krijg. Ik ben blij met al die duimpjes omhoog die ik krijg. Het doet mij ontzettend veel goed. En dan weet jij ook waar je het voor doet. En het is ook een soort interactie die ik dan met jullie heb. En ik zit toch hier tegen mijn telefoon aan te kletsen terwijl ik aan het filmen ben. Ik weet dat jullie aan de andere kant de video's gaan kijken. Maar toch heb jij niet een of andere interactie met elkaar. Zoals je dat hebt met een fysieke workshop bijvoorbeeld. Dus voor mij is het ontzettend leuk om al die reacties te lezen. Dus je moet om kans te maken op deze journal ook even een reactie achterlaten. Je kunt alles nog even rustig nalezen. Onder in de beschrijving van deze video ga ik alles nog even rustig vermelden. Dan kun je het allemaal teruglezen. Dan weet je wat je moet doen om kans te maken op deze leuke journal. En nogmaals, helemaal zelf gemaakt. Ik ga het nog wel eens laten zien hoe ik hem heb gemaakt. Moeilijk? Nee, maar wel heel veel werk. En ik heb er nog een aantal liggen, daar ben ik mee bezig. Die zijn bijna klaar. Dit is dus Sky van het nepleer. Binnenin zit papier om de kaften wat steviger te maken. En de binnenkant is ook bekleed met mooie stof, wat ik er weer mooi bij vond passen. En het is dus echt een unieke journal. Niemand heeft zo'n journal. En ik heb hem met heel veel plezier gemaakt voor één van jullie. Dus ga vooral reageren. Plaats die opmerkingen en ding mee naar deze leuke giveaway. Tot 1 februari heb je dus de tijd om te reageren. En daarna ga ik dus een winnares of een winnaar trekken die dan deze journal thuisgestuurd krijgt. Ik wil nog even benoemen de workshop die ik vorig jaar, klinkt heel ver weg, maar die ik een tijdje geleden online heb gezet. Dat is een betaalde workshop. Je kunt hem nog steeds kopen. Heb je interesse, stuur me dan even een mailtje. Ik zal nog even een flyer plaatsen aan het eind van deze video. Daar kun je het nog even teruglezen. Een hele leuke workshop. Ik heb al hele leuke reacties daarop gehad. En wil je dus die workshop nog doen? €4,99. Ik heb bewust de prijs heel laag gehouden. Ik hoef daar niet rijk aan te worden. Het gaat mij om dat ik jullie dingen kan leren. Ik heb daar dus wel geld voor gevraagd, omdat ik daar gewoon heel veel tijd aan besteed heb om die workshop te maken. Het is een workshop geworden die je kunt kijken op YouTube, maar ook op een speciale groep op Facebook, wat jij eigenlijk maar wil. En waar jij ook het liefst naar kijkt. Het maakt mij niet zoveel uit. Het mag zelfs op beide, mocht jij dat willen. En wil je daar meer over weten, stuur mij even een mailtje. info@patriciasweers.nl. Dan stuur ik je alle benodigde informatie toe. En voor €4,99 kun jij dus de workshop volgen. Het is een mixed media technieken workshop. Ik leg de basis uit. Het beginsel van mixed media. Wat is mixed media? Ik leg wat basisproducten uit. Ik leg ook vooral uit wat jij kunt gebruiken als vervanging. Want ik snap heel goed dat je misschien niet alle materialen in huis hebt. Maar ik leg alles uit tijdens de workshop. Het wordt ook allemaal wel duidelijk als je de workshop hebt gekeken. Dus heb je interesse, stuur me even een mailtje. info@patriciasweers.nl. €4,99 en dan kun jij die workshop onbeperkt kijken en terugkijken. Je kunt vragen stellen en op de groep op Facebook, de speciale groep, mag je zelfs jouw creaties laten zien. Ontzettend leuk vind ik dat om te zien. Dus doe dat ook. Vooral voor diegene die dat nog niet heeft gedaan. Doe dat vooral. Laat daar je creaties zien. Ik vind het leuk. Dit was het eigenlijk voor vandaag. Ik ga nog even lekker aan de prut. Sophie die zit nog even heerlijk te prutsen. Ze is inpakpapier aan het maken. Dus er moet nog wat cadeautjes worden ingepakt. En dan ga ik lekker nog eventjes genieten van mijn vakantie. En ik zie jullie zo snel mogelijk terug bij een nieuwe video. Wat het dan ook mag zijn. De koffiebreak video's, daar gaan we gewoon mee door. Korte video's waarin ik snel iets uitleg. Waarin ik snel iets laat zien. En daar gaan we ook zeker mee door. Elke woensdag, elke zondag komt er sowieso een video online van mij. En ik probeer zoveel mogelijk tussendoor te doen. Omdat ik het ook ontzettend leuk vind om te doen. Dit was het echt voor vandaag. Ik dank jullie voor het kijken naar deze video. En we zien elkaar snel bij een volgende. Dankjewel en doeg!